Hallo, ik ben Witse, de CEO van CitizenLab. We hebben groot nieuws te delen met jullie vandaag. We maken ons platform open source beschikbaar. Nu, waarom is open source belangrijk? Als digitaal democratieplatform werken we met honderden overheden en organisaties om de publieke besluitvorming transparanter en collaboratiever te maken. Het is tijd dat we die filosofie ook zelf in daden gaan omzetten en daarom transparantie bieden over onze code. Democratische beslissingen mogen niet worden genomen op basis van gesloten algoritmes. Democratie is tenslotte van iedereen. Door onze code openbaar te maken, kunnen we nog meer overheden en organisaties toegang geven tot ons platform en een aantal obstakels voor meer participatieve besluitvorming wegnemen. Nu, hoe ziet die shift naar open source er juist uit? We stappen over van een closed source model naar een open core model. De code achter onze kernfunctionaliteiten, die zal open source beschikbaar worden. Dit betekent dat overheden en organisaties deze code kunnen gaan gebruiken om hun eigen platform op te zetten en gratis participatieprojecten te lanceren. Onze meer geavanceerde functionaliteiten, die worden source available. Wat betekent dat iedereen de broncode kan gaan raadplegen, maar dat je wel nog steeds een betaalde licentie nodig hebt om de functionaliteiten dan te gaan activeren. Nu, voor wie doen we dit? We willen op schaal overheden en organisaties helpen met het opzetten van hun inspraakmodel. Met dit model stellen we kleinere overheden, organisaties en politieke partijen met beperkte middelen in staat om met ons participatieplatform aan de slag te gaan. Helemaal gratis. Deze belangrijke stap is ook onderdeel van een bredere koerswijziging voor CitizenLab. We schakelen over op een open innovatiemodel, waarbij we onze klanten en partners de mogelijkheid bieden om het platform samen met ons te ontwikkelen. Bijvoorbeeld om het te integreren met andere systemen of nieuwe innovatieve functionaliteiten bij te bouwen. Als je klaar bent om met je eigen platform van start te gaan, bekijk dan zeker de code op onze GitHub-pagina of neem contact met ons op. Laat ons vooral samen bouwen aan een sterkere digitale democratie.